lemon love cake. Ik kom bijna wel janken. Ja, chicken en een campagne met Nike. Baby girl te zien op een echo. Wat is hier allemaal? Oh, blik is alles goed. Maar daar gaan we even uit. Nee, ik denk gewoon een small baby. Asian baby. Nick vroeg of ik zenuwachtig was. All good, I think. Toch? Ja, we moeten nog aan de verloskundige worden. Maar... ja, alle metingen worden doorgestuurd. Maar wat we nu kunnen zien met de graphs die zij hebben, is dat ze nog binnen het gemiddelde valt, maar wel aan de kleine kant. Maar ik had de classic sneaky filmen dat de flits aanging. Ja, want je mag nooit filmen bij medische echo's. Tenminste, dat zeiden ze de vorige keer. Dus we hebben dit keer niet eens gevraagd. Ik heb Nick gewoon gezegd, film maar af en toe wat. En toen ging die flits aan. En ik zag gewoon in mijn ooghoeken. Ik zag jou de hele tijd zo naar beneden kijken ook. Dat was echt heel erg suspicious. Nee, misschien heb ik een tik. Anyway, wij zijn best wel gerustgesteld, toch? Ik denk het wel, we kunnen straks even bellen. Ja, we gaan straks nog de verloskundige bellen, maar in principe we're good, I think. On our way to our friends. Ze hebben een nieuw huis. En een vriend van ons is uit Japan gekomen. En er komen nog wat andere vrienden. Some little get together. Ik heb de mensen heel lang niet meer gezien, dus sowieso gezellig om iedereen weer even te zien. Voor de baby komt. Ik zou morgen eigenlijk op persreis gaan naar Frankrijk. Ik zou samen met Angela gaan. Maar die is gecanceld. Maar we gaan wel deze week nog een staycation in Amsterdam krijgen van Benefit Cosmetics. Want ze gaan een nieuw product lanceren. Dus dat is wel heel leuk. Dat is de laatste baby moon voor Angela en mij. Jammer dat Frankrijk niet doorgaat, maar aan de andere kant, ik weet niet of ik zoveel energie heb gehad. Ik heb vandaag ook weer allemaal ditjes gedaan tussendoor. Dus maybe was it meant to be. Deze nog binnengekregen vandaag, dus die heb ik gelijk meegenomen. Kunnen we het gelijk testen? Ja. 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 Serena is aan de wijn. Maar wij gaan aan de mocktails. Oké, we staan die mensen in de bus. Okay. And so you see what people have been pointing towards. She's recording because she has a good ass hand, guys. Sick. Ah, too bad. There are people who play the show. Je mag niet met nul uitkomen. Maar dit is A. Is dit A? Nee. Dit is straatje of telt dat niet meer vanwege dit? Yeah. Dat weet ik niet. Ja, yeah, dit. Oh, what? Want dit vind ik altijd verwarrend als je dit hebt. Of je straatje dan telt. Nee. Because that's what I always confused with. So that's a point. Dus... so this is my chicken hand. Chicken hand. Yeah, chicken hand. Chicken hand. I recorded. I filmed your chicken hand. Hello.
deze zijn lekker. Lekker. Take in. Hi! Ooh la la! Oh my god! My egg! Oh my god! Hola! Oh, nice view! Oh my god! We have a bath! Yay! Oké, ben 1 seconde binnen. Ja, we hebben already a surprise. Oh my god. Ja, ga zitten. Oh, ja. Durf niet. Hier, jawel. Ik zet het gewoon neer, denk ik. Ja. Oké. First, this one. What is this? Ja, dit was eigenlijk volgens de baby move. Oh dus, my god. Ik weet niet zeker of je het al hebt. Ik weet niet zeker of je het leuk vindt. Why? How does this work? Zo, je hebt het omhoog en dan twist of zo. Zijn armbandje voor de baby. Oh, met de naam. Ja. Ook toch? Ja. Oh my god, kijk dat. Ja, it's unreal. It's unreal. Dude, I can't handle this. Boom! Yes, dat is echt cute. We zijn alle twee voor Maxi gegaan. Maxi sexy. Dat was echt niet leuk. Getting wrapped, hey! Je lift selfies gewoon. Alle twee, anders maken we gewoon foto's van alles. Ja, dan heb je het. Het ziet er wel echt leuk uit. Zit het ook lekker? Ja. Comfy. Het is gewoon zo comfy hier. Zo. Het ziet ook echt. Nee, het ziet er ook iets strak uit of zo. Zo. Zo, zo, zo. Ja, begin dan zo. Oké. Okay. Let's go! Let's go! Maar hoe komen we dan in die ja, area? Ik snap het dus niet. Hey, laat ik het even uitleggen. Wij zoeken een area. Je hebt dus
hier in Hotel Jakarta heb je een ja, soort van balustrade. Wat heel open is en licht. Want ja, het is nu wel iets lichter dan dat het vanmorgen was. Maar we weten, we hebben geen idee hoe we er komen. Dus nu begint de zoektocht. Behind the scenes. Hoe ga ik dit doen? Zo. Top, alleen is te druk. Naar de vogel. En te groen. Dus je poept niet. Zoals jullie weten heb ik een campagne met Nike. I'm so happy with this. Het gaat om hun maternity collection. En ik heb deze nu uitgekozen. Super fijn, je kan het zo dragen, maar ook zo. Dan zie je echt de belly. Wel comfortabel. Ik heb gewoon mijn eigen maat S. Normaal gesproken, als ik nu kleren koop, koop ik een size groter. En dit is zo'n voedings-BH. Als baby straks komt, kan ik makkelijk zo floep. Niet dat ik nu flash, maar dan kan ik makkelijk zo mijn baby voeden als ik borstvoeding kan geven. Maar dit is de look. En dan nog iets handigs. Deze sweater is multifunctioneel. Het is een hele fijne kool. Het houdt je lekker warm. Maar tussentijd kan jij lekker borstvoeding geven. Ik heb ook nog nieuwe schoenen van Nike. Zijn de witte Air Force. That's it. Je kan alle linkjes vinden hier beneden in de description. En bekijk ook gelijk de rest van de collectie. Want ik kon niet zo goed kiezen welke kleur en ja, ze hebben best wel wat variaties. Dus het ziet hier ook leuk uit wanneer je een workout hebt. Dit is ook gelijk mijn look voor de volgende yoga sessies. Ik heb denk ik nog een 2-3 keer dat ik kan gaan. En dan kan ik me ook een beetje voorbereiden op de birth. Want ze hebben een soort van hypnobirthing techniek die ze daarin verwerken. Dus dan is dit wel een lekker pakje om te yoga'en. Dan begin ik zeg maar wanneer we gaan stretchen hierin. Zeg maar. En wanneer we later die ademhalingsoefening doen, dan heb je het vaak wat kouder. En dan kan ik dit aandoen. Good morning. Ik ben een soort van in mijn pyjama nog. Want Paola is beneden hier met een verrassing. Ik weet niet waarom ze hier is. So, let's find out. Hallo! What's up? Oh my gosh. Tell me what this is for the lemon loaf cake with passion fruit. Oh my god, I can't. Waarom is iedereen zo lief? Ik kon bijna wel janken. Oké. Paola is net langs geweest. En ik heb tegen al mijn vriendinnen gezegd dat ik geen baby shower wil. Gewoon, ik hou er niet zo van om in middelpunt te staan met grote groepen. Echt, daarom had ik... Zagen we ook best wel tegenop om, ja, ik weet niet hoe mooi de dag ook was en hoe blij ik ook ben met de bruiloft. We zagen er best wel tegenop en ik vier ook nooit mijn verjaardag. Anyway, geen baby shower dus. Maar gisteren dus verwend door Angela met een heel mooi armbandje en echt een super lieve kaart die ik vannacht nog heb gelezen toen ik niet kon slapen. En nu vanochtend belde Paola mij op. Of ik thuis was. En ze is net langsgekomen. En ze heeft een cake gebakken. Omdat ze had gezien dat ik vorige week zo trek had in oma's cake. Die loaf bread. En
Ze heeft het met passion fruit gemaakt. En dat is ook een van mijn fave. Onze taart van de bruiloft is ook met passion fruit. En ze heeft een cadeautje langs gebracht. Laten we die openen. Echte mensen om ons heen. Ik voel me zo blessed. Oh my god. The cutest thing. Oh, dit komt zo goed uit. Ik heb honger. This looks so good. Homemade. Wat kennen de mensen mij goed? Paola. Can I order this from you? I want this every week. So good. De Uber. It's not part of the saving plan, maar ik heb gewoon echt geen energie en het regent, dus ik moet gewoon niet zoveel weggaan meer, denk ik. Mijn baby shower dag. En ik weet dat ik heb gezegd, ik wil geen baby shower. En dat heb ik mijn vrienden verteld. Het is ook niet echt een standaard baby shower. Ik voel de anxiety al als ik een soort van guest list op moet zetten. Of dat ik weet dat een heel groot surprise op me te wachten staat. En dat iedereen allemaal spelletjes en cadeautjes voor mij. Ik voel daar zo oncomfortabel bij. Dus daarom heb ik gezegd dat ik geen baby shower wilde, maar mijn besties wilden toch heel graag iets doen. En wat ik wel heel leuk, wat mij wel heel leuk lijkt, is om nog even een keer met allen nog te gaan lunchen met z'n vijven. En gewoon een beetje low-key samen zijn en niet baby showerish. Hoewel, nu is dat nog een verrassing, want ik weet niet waar we naartoe gaan. En dat maakt mij ook weer heel zenuwachtig of zo. Maar ik had één opdracht gekregen, is dat ik wit aan moet doen. Zo, dit is de look die ik bij Biggles heb gekregen laatst. Dus dan kan ik deze ook inwijden. Maar ik heb er wel heel veel zin in hoor. Alleen, ik vind dit gedeelte altijd zo spannend, maar als we daar eenmaal zijn, I'm sure I will enjoy the hell out of it. En zo dankbaar dat mijn vriendinnen dit voor me doen. En ik heb van de week al gezegd, het is, I can't take all the love, it is too much for me. Ik ga dit gewoon volledig accepteren en helemaal van genieten, because I deserve it. Oh, dat is zo moeilijk. Geloven jullie mij? Anyway, ik heb er heel veel zin in. En ik neem jullie mee. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Maar we komen aan om 1 uur. Is het in een bos? Ik zit in het complot. Het is daar. Zie je het al? Oh my god. Hello! Welcome to your baby shower. Thank you.
Kiki, always hungry. Aan de achterkant.